Ik heb hier rechts op het beeldscherm heb ik een overzicht. En wat de klant straks kan zien, ze loggen bij ons in en ze kunnen ieder moment van de dag kunnen ze zien waar hun boot vaart. Ze kunnen zien, hier zien we een schip. Ze kunnen zien waar of hun zendingen zijn op Google Maps. Of dat nou per zeeschip gaat of per vliegtuig. Ze kunnen zien, ze hebben nieuwe orders ingegeven, die zijn akkoord bevonden in ons systeem. Ze zijn vertrokken, aangekomen in bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam of Brussel of Antwerpen. En ze zijn uiteindelijk afgeleverd. Hier kun je nieuwe boekingen maken. Er zit een chatfunctie in. Mensen kunnen dus over en weer communiceren via de chat, net als met WhatsApp. En als er een probleem is, dan staat hier een cijfertje bij het belletje. Van let op, er is een vertraging of er is een probleem geweest. En mensen kunnen dan, onze klanten kunnen dan online hun tarieven opvragen door hier een aanvraag te plaatsen. Ze kunnen hun boekingen plaatsen, ze kunnen hun zendingen bekijken. En ze kunnen ook zien hoeveel zendingen ze hebben gedaan, wat ze uitgeven en in welk gebied. Dus eigenlijk in de notendop, we hebben het hele expeditievak gedigitaliseerd. En daarmee denken we dat we voorop lopen in de industrie. Dus wat we hebben gedaan is uiteindelijk koppelingen gemaakt met alle zeeschepen, alle vliegtuigen. Die hebben GPS-coördinaten, die stoppen wij in Google Maps en wij zien dan real-time waar die boten en vliegtuigen zijn. En dat is uiteindelijk ook wat de klant wil zien. Die wil weten, gaat alles goed? En ze willen niet weten hoe het gaat met, als ze 100 zendingen hebben met 100 zendingen, maar ze willen weten als er 100 zendingen zijn, maar er is één afwijking. Hoe zit het met die afwijking? Hè? Komen de goederen trager, zodat zij hun klant kunnen informeren? En wij geven dan weer de mogelijkheid om een linkje te sturen naar de klant van ons, zeg maar, hè, de klant van de klant. Die krijgt een mailtje en die drukt erop en die kijkt real-time op de kaart en ziet, ah, mijn goederen komen dan en dan, alles gaat volgens schema. Hè, dus ja, wel heel erg innovatief. Wij zijn een digitaal logistiek platform geworden. Ja. Dus wel heel sterk digitaal, maar aan de achterkant zitten er nog steeds mensen van vlees en bloed. En die pakken nog steeds een telefoon op als er iemand belt. Of ze doen een Zoom of een Teams meeting, hè, want dat past natuurlijk helemaal bij de tijd nu, hè, met corona. Maar goed, ja, we worden wel steeds digitaal. De kennis komt uit Doesburg. Hè, dus we hebben hier het hoofdkantoor. Hier ontwikkelen we ook dat type dingen. Dus het is heel erg belangrijk om zowel een goede connectie te hebben met de grote mainports, hè, of dat nou Amsterdam is of Rotterdam, of Brussel of Antwerpen, maar ook wereldwijd. Maar anders, in combinatie met, zeg maar, de lokale kennis die wij hier hebben van logistiek. CTD heeft een neutrale positie, die kan voor iedereen containers naar het achterland brengen vanuit Rotterdam en naar Rotterdam en ook verder Europa in. En het grote voordeel daarvan is voor de regio's dat ze 1. Groene kunnen transporteren en 2. Het is ook goedkoper dan dat je met een truck transporteert. Dus op die manier houd je ook het werk in de regio. Nou, stel er komt een container uit China, die komt aan in Rotterdam. Via Rotterdam gaat hij op het binnenvaartschip naar Doesburg. En stel we leveren die container af bij de buren. Dan komt daar zo'n container aan, die wordt gelost bij hun dok en per truck wordt die weer even naar de terminal gereden. En zorgen dat er weer een nieuwe lading in de container komt en we varen weer naar Rotterdam. Het laatste stukje dat gaat per vrachtwagen. Ja. Dus hij wordt per vrachtwagen opgehaald, per vrachtwagen weer afgeleverd. Dus dat is de keten, zeg maar, van een containertransport.